Welkom bij deze nieuwe video. Ik ben weer terug nadat ik weer twee zondagen niks heb gepost. I'm sorry guys, but I'm back. And I'm back strong, want ik heb vandaag nieuwe make-up van de Primark. Ik liep in de stad op een zaterdag en ik liep langs de Pri. En ik dacht, laat me eens even naar binnen gaan. Niet per se voor make-up, maar ik dacht gewoon, laat me gewoon even kijken. En ik zag een heleboel nieuwe make-up en ik dacht, deze ga ik testen voor een video. Ik heb al een lange tijd geen Primark getest in mijn video's, dus het werd weer tijd. Jongens, echt, ga niet op een zaterdag naar de Pri. Echt, ik weet ook niet wat ik dacht. Het was echt bom en bom vol. En de make-up was ook echt een puinhoop. Ik probeer altijd elke video een beetje neutraal in te gaan. Dus zonder een mening. Maar ik moet toch eerlijk bekennen, ik ben een beetje pessimistisch. Want ik kon heel veel ook niet vinden in mijn kleur. En de make-up was echt een chaos. Het was echt een bende. Ik snap niet waarom mensen alle make-up openmaken en vies maken en neergooien. It is really awful. Jongens, we moeten dit echt niet meer doen. Gewoon pak gewoon de sample. Als die er niet is, vraag het gewoon even aan de medewerker. Maar de chaos, ik dacht echt bij mijn eigen come on girlies. We zijn vrouwen. Doe gewoon even normaal. Maar goed, door de bende kon ik dus niet echt de juiste kleur vinden. En heel veel waren er ook gewoon niet. Dus ik heb gewoon mijn best gedaan. Maar ik heb toch nog wel echt een heleboel make-up kunnen scoren. En het was allemaal super betaalbaar. En ik zag ook een heleboel dupes. Tenminste, het leek op dupes. Ik weet niet of ze ook echt zo goed gaan zijn. Maar qua verpakking zijn het echt dupes van dure make-up. Dus daar ben ik ook echt heel benieuwd naar. Dus vandaag een full face met nieuwe Primark make-up. Dus laten we gewoon snel beginnen. Vind je het nieuwe leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn video elke zondag om 12 uur. En dan gaan we snel beginnen met deze review video. Oké, jongens. Het enige wat ik al heb gedaan zijn mijn wenkies en dagcreme en SPF. En that's it. Laten we gewoon beginnen. We gaan vandaag beginnen met het gezicht. Van de Primark heb ik hier de PS Oil Absorbing Roller. Dit is heel handig voor alle vettige huid girlies onder ons. Ik heb geen vettige huid, ik heb een droge huid. Maar ik heb wel altijd wat vettige plekjes. Vooral de T-zone, zoals heel veel mensen hebben. Dus ik dacht, laat me dit eens proberen. Ik heb zo'n product nog nooit geprobeerd. Ik ben heel benieuwd. Laat me weten wat jullie ervaringen zijn met dit soort producten. Niet alleen per se van de Primark, maar ook misschien van andere merken. Want zo'n matte rollerstick leek mij wel handig. Vooral voor de meiden met een vettige huid of met gewoon wat vettige plekjes zoals ik heb. Hij is gewoon letterlijk weggevlogen. Hij was slechts 4 euro, dus super goedkoop. Oké, hij voelt wel een beetje cheap aan. Cheap materiaal, maar ja, hij is ook maar 4 euro. Oké, laten we kijken. Ik heb hier wel wat glans. Hij geeft ook wat kleur af. Best wel een donkere kleur. Als ik het aanbreng, dan brengt hij niet goed aan. Zeg maar, hij rolt te veel. Hij zit te los. Dus hij rolt niet over de huid. Hij rolt, zeg maar, letterlijk alsof ik niet op de huid rol. Hij doet ook echt helemaal niks. Hij geeft wel wat kleur af. Als ik het een beetje forceer. Maar hij is niet stabiel genoeg. Hij rolt te veel. Hij is te los. Oké, dit is echt cheap. Ik raad het niet aan. Ik weet niet wat ik hiermee moet. Maar hij doet letterlijk helemaal niks. Oké, we gaan verder met een van de dupes. En dat is deze primer. Ik heb hier de Primark PS My Perfect Color Flawless Glow Radiant Glow Primer Foundation. Nou, dat is echt een mondvol. Nou, dit is dus, er staat op foundation. Maar het is een primer foundation. Het is gewoon echt een dupe van de Charlotte... Jongens, ik ben gewoon de naam vergeten. Hoe heet het ook alweer? 5 minutes later. Flawless Filter. Dit is echt een dupe. Dus dit is dus een glowy primer als basis. Je kunt hem aanbrengen onder je make-up of gewoon alleen als een soort van glow. De kleur is wel, zoals je kunt zien, veel te donker. Maar er was geen andere kleur. Ik ga ervan uit dat er wel andere kleuren waren. Maar dat ik gewoon in mijn filiaal geen andere kleur had. Want dit is de kleur mocha. Echt veel te donker. Er zit squalene in en vitamine E. Ik heb geen idee wat squalene is. Maar het zal vast iets goed zijn. Iets glowy of zo. Oké, ik ben een beetje zenuwachtig. Want hij is echt heel donker. Ik ga echt maar een heel klein beetje aanbrengen. Want ja, dit kan echt niet eigenlijk. Oh my goodness. Oké. Ik hoop gewoon dat het niet al te veel kleuren afgeeft. Zou het in principe niet moeten doen. Nee, kijk. Het blendt gewoon goed in. Niet al te veel kleur. Dit is echt voor meiden met echt een hele donkere huidskleur eigenlijk. Maar goed, ik zie niet heel veel glow. En hij blendt ook niet zo makkelijk uit. Je hebt ook een aantal dupes van bijvoorbeeld Catrice. Dat is deze. Deze is echt heel erg goed. Dit is echt een hele goede dupe. Maar deze, los van de kleur. Nee, het doet niet echt iets.
Het geeft me wel een mooie bronzy kleur, doordat de kleur gewoon te donker is. Nee, het is ook heel stroef. I don't like it. Oké, we gaan verder met foundation. Van de Primark heb ik hier de PS My Perfect Color Perfect Finish Foundation. Ik heb deze in twee kleuren, want eentje was te donker, eentje te licht. Dit is de kleur 03 Nougat. En dit is de kleur 11 Honey. Ik dacht misschien als ik ze mix, is het een goede combinatie. Maar ik denk dat de donkere kleur eigenlijk gewoon goed zal zijn. Ik ga gewoon proberen om 11 Honey aan te brengen. Dit heeft een medium tot volledige dekking. En het moet dus mat zijn, volgens mij. Oh nee, er staat niet per se op dat het mat is. Oh, een naturel finish. Dus niet mat, niet glanzend. Met vitamine C en vitamine E. Ja, ik denk dat deze kleur op zich wel goed gaat zijn. Ik weet niet hoeveel ik moet aanbrengen, dus ik doe gewoon een klein beetje. Het voelt wel aan alsof het mat is eigenlijk. Oh nee, deze kleur is perfect. Die lichte kleur hoeft denk ik niet eens. De spons die ik gebruik is van Morphe. Misschien is hij toch wel een beetje te donker. Ja, hij is wel een beetje te donker. Vooral omdat die primer eronder ook te donker is. Het is fine, I can make it work. Gewoon een beetje doorblenden naar de nek. Oh jongens, wat een fiasco dit al. De concealer is ook te donker. Ik wil eigenlijk ook een beetje van deze lichtere kleur aanbrengen. Alleen ik heb al te veel product, dus ik ga niet te veel doen. Wacht, ik breng het gewoon een beetje zo hierop aan. Wel weer echt een hele lichte kleur, maar als ik ze dan gewoon mix, dan is het hopelijk goed. Oh jongens, ik moet nog vandaag de hele dag weg. Het is nu 10:30 in de ochtend. Ik moet gewoon nog naar werk. Ik heb vanavond een afspraak ook. En jullie weten, ik haat het om het twee keer op te maken. Dat doe ik ook gewoon niet. Hè? Ik ga liever naar buiten met een iets slechtere make-up look. Dan dat ik alles eraf haal en me opnieuw moet opmaken. I really don't like that. Ik weet niet waarom ik al het gevoel had dat hij gewoon mat gaat zijn. Terwijl erop staat dat het niet zo is. Maar naar mijn mening is hij wel een beetje mat. Ik zie wel niet, hij is niet super mat. Hij heeft wel een beetje die naturel finish. Maar het is een beetje naturel richting mat, zeg maar. Hij heeft wel inderdaad echt een goede dekking. Dat is wel fijn. Jongens, ik heb het zo warm ineens. Ik heb ook echt lange mouwen aan en alles. En het is vandaag best wel goed weer. Oké, ik vind het er op zich goed uitzien. Oké, toch wel iets beter dan dat ik had verwacht. Ondanks dat ik wel iets te veel product heb aangebracht. Maar dat ligt gewoon aan mezelf. Dan heb ik een liquid bronzer. Van de Primark heb ik de Cream a Contour in de kleur medium to dark. Ook deze was er niet echt in heel veel kleuren, dus ik heb weer een vrij donkere kleur gepakt. Dit is dan hoe die eruit ziet met zo'n sponsje. En dan denk ik gewoon dat je gewoon kunt knijpen. Oh nee, je moet hem draaien. Oh, je kunt hem open draaien. En dan moet je knijpen. Ja, kijk, dan komt het eruit. Op zich is een iets te donkere contour niet heel erg. Want contour moet ook gewoon wel een beetje donker zijn. Oeh, hij brengt wel echt goed aan. Je hoeft ook niet te veel te knijpen, dus dat is fijn. En dan gewoon blenden, blenden, blenden. Ja, het blendt echt helemaal in met de te donkere foundation. Oh my goodness, het blendt echt bijna gewoon helemaal weg. Jongens, het is gewoon alsof het gewoon helemaal wegblendt. Je kunt nog wel een klein beetje iets zien, hoor, daar niet van. Is het de effort waard? Niet per se. Oké. Okay. Het is gewoon heel waterig. Ik dacht dat ik hier wel happy mee ging zijn, maar nee, ik vind de verpakking wel heel goed. Vooral omdat je hem echt open en dicht kunt draaien. Dat vind ik wel echt top. Maar uiteindelijk gaat het niet om de verpakking, maar gewoon echt om het product. En het is heel natuurlijk, maar niet op een goede manier. Het blendt eigenlijk wel helemaal weg. We gaan verder met een blush. Een blush paletje. Van de Primark PS lijn heb ik de Cream Matte & Shimmer Blush Palette. Dit is dus echt een heel handig paletje. Want het heeft drie kleuren. En dat is echt toppie. En dit is een cream. Dit is een matte poeder. En dit is een glanzende poeder. Deze verpakking doet mij ook echt denken aan de Patrick Ta blushes. Ik vind dit soort verpakkingen echt top. Ik vind het zo jammer dat Patrick Ta make-up niet te koop is in Nederland, zover ik weet. Want het schijnt hele goede make-up te zijn. Ik hoor er altijd zoveel goeds over. Dus misschien dat ik zo ooit misschien in de Franse Sephora kan bestellen. I'm not sure. Ik heb het niet onderzocht. Maar goed, hier is dus de Primark versie. En ja, ik ben heel benieuwd. Dit is een beetje roze. Rozig peachy. Roze met een peachy ondertoon. Laten we het gewoon proberen. Ik ga gewoon in met de andere kant van deze spons. Oeh. Ik heb best wel veel gepakt. Ik hou van een aanwezige blush. Ik vind het dus fijn, want ik vind het dus altijd fijn om een cream blush vast te zetten met een poederblush. Normaal moet ik dan gewoon een andere poederblush pakken. En dat vind ik dan jammer, want die is dan een andere kleur. En die overheerst dan eigenlijk de kleur van de cream blush. Maar nou is dus de poederblush dezelfde kleur als de cream blush. Dus dan behoud je ook meer die kleur. Dus dat is wel fijn.
Oké, ik heb echt veel te veel aangebracht. Ik pak even de foundation kant. En dan ga ik daarmee overheen. Kijk, dan wordt het al wat minder. Oh, nou heb ik allemaal vlekken. Oh. Oké, dat was misschien niet zo handig. Oh jongens, deze make-up look is echt een bende. Oké. Ik ga nog in met concealer, dus dat zal het ook al een beetje weghalen. Maar dit is echt too much. Je moet echt minder aanbrengen. Ik vind de kleur wel heel mooi. Ik hou wel van een wat meer aanwezige roze blush. Concealer. Ik heb hier een concealer. Van de Primark PS heb ik de My Perfect Color Flawless Cover Concealer in de kleur 05 Sand. Ook deze is te donker. Er was helaas geen lichtere kleur. En ik wilde hem per se kopen. Want dit lijkt op een dupe van de Tarte Shape Tape. De Tarte Shape Tape is amazing. Mijn kleur hierin is Light Medium Sand. Dus deze is echt heel fijn. Hij heeft echt volledige matte dekking. Dus ik ben benieuwd of deze dat ook gaat hebben. Helaas, ja, de kleur is wel echt te donker. Maar concealer wil ik wel altijd echt licht hebben. Ik heb liever een te lichte concealer dan een te donkere. Maar ook een te lichte kleur was het niet. Letterlijk alleen nog maar de donkere kleuren waren er. Maar goed, we gaan het dus maar gewoon hiermee doen. Nogmaals, dit is dus de kleur 5 Sand. Nou, hij is niet heel donker. Dus op zich ben ik daar wel blij mee. Hij brengt goed aan. Hij voelt echt aan als de echte Tarte Shape Tape. Dat vind ik wel fijn. Ook dezelfde applicator. Oké, ik denk dat het misschien wel kan werken. Maar ik ga niet te vroeg juichen. Oké, jongens. Dit ziet er op zich wel goed uit. Ik ben in shock. Van alle make-up was ik eigenlijk het meest pessimistisch over de concealer. Maar tot nu toe ben ik het blijst met de concealer. Oké, dat is wel top. Ook de kleur is op zich wel oké. Ik had hem wel ietsje lichter gewild. Godzijdank ben ik nu niet op mijn licht. Anders was hij wel echt veel te donker geweest. Want ik ben net terug van Egypte, dus ik ben lekker gebruind. Oh, wauw. De concealer ligt ook heel mooi op de huid. Hij heeft ook echt een volledige dekking. Hij dekt alles heel goed. Vooral ik hem met mijn donkere binnenste ooghoeken. Ik hou altijd van een goede concealer. Een goede concealer is voor mij zo belangrijk. Ik ben een beetje in shock. Hij heeft niet zo'n goede dekking als de echte Tarte Shape Tape. Het is wel iets minder. Maar ik weet ook dat heel veel mensen die echte van Tarte too much vinden. Die vinden hem juist dik. Dus die gaan heel happy zijn met deze. Maar jongens, voor de Primark, voor deze prijs, is echt wel een goede concealer. Kijk, ook heeft hij nou de blush wat minder gemaakt. Dus nou vind ik de blush mooi. Dit is dus altijd waarom ik een cream blush aanbreng onder de concealer en niet andersom. Want cream blush kan altijd een beetje overheersen. Ik heb hier nog een beetje van de cream blush op zitten. En dan ga ik daar weer mee overheen om het weer een beetje terug te brengen. En dan heb je zo'n mooi ombre effect. Dan gaat het mooi in elkaar over, zeg maar. Van de Primark PS heb ik de My Perfect Color Loose Baking Powder. Dit is dus een beetje een paarsige roze poeder. Ik hou wel van de roze losse poeder, omdat die verhelderen altijd. En als er nu iets is wat ik nodig heb, is een make-up product die mijn gezicht een beetje lichter en verhelderend maakt. Het is een soft matte finish. Ik ben benieuwd. Infused met vitamine E. Ik ben wel een beetje bang voor de kleur. Dit soort poeders in de betaalbare categorie zijn altijd een beetje een gok. Ik ben ook altijd bang dat het gaat oxideren. Dus ik hoop niet. Ik hoop gewoon dat het gaat doen wat het moet doen. Gewoon verhelderen. En meer niet. En ik ben ook een beetje bang, want hij is niet echt helemaal roze. Het is een beetje roze met een paarse ondertoon. Dat is altijd heel goed voor een hele donkere huid. Die ik dus niet heb. Maar goed, laten we gewoon kijken wat het doet. Ik pak gewoon een beetje zo uit de deksel. En ik breng het overal aan waar ik ook concealer heb aangebracht. Jongens, een poeder kan echt je make-up look maken of breken. Als je een slechte poeder aanbrengt, maakt het eigenlijk bijna niet eens uit wat voor make-up je eronder hebt aangebracht. Want het gaat gewoon je hele look verpesten. Oké, nou het blendt echt bijna helemaal in. Het is echt heel zacht, heel fluweelachtig. De kleur is oké, het heeft niet heel veel dekking. Het heeft eigenlijk bijna geen dekking. Het maakt wel goed mat. Ik zie wel dat het oxideert. Daar was ik al wel een klein beetje bang voor. Zien jullie dit? Hij maakt echt een beetje donker. Hij doet niet echt verhelderen. Maar daar was ik wel een klein beetje al bang voor. Ook vooral omdat het niet helemaal mijn kleur is. Het maakt wel goed mat, dat wel. Ja jongens, het oxideert. I don't like that. Oké, ik ga er even overheen met mijn action spray. Ik denk dat mijn gevoel voor de video echt klopt. Deze make-up is allemaal niet zo top.
Dat vind ik wel jammer. Ik heb het gevoel dat de Primark make-up vroeger beter was. Wie heeft dit ook? Hebben jullie dat gevoel ook? Ik weet nog dat ik vroeger echt altijd zoveel make-up daar kon vinden. Maar nou, het is een beetje op achteruit gegaan ofzo. Dan is het tijd voor de ogen. Ik heb 2 producten voor de ogen. Ik heb van de Primark PS het Neutral Eyeshadow Paletje. Met 6 prachtige bruine neutrale kleuren. En van de Primark PS Pro Line heb ik dus Sparkle Dust Single Eyeshadow. Er staat alleen hierop niet welke kleur dit is. Maar het is echt een prachtige, beetje glitterige, bronzy kleur. Dus ik dacht, dit gaat echt heel mooi zijn samen. Ik wil deze als basis gebruiken. En dan vooral die matte kleuren. En dan dit als glittertopper. Oké, we zijn een beetje ingezoomd. We gaan dus beginnen met dit paletje. Ik vind vooral de 3 neutrale kleuren heel mooi. Deze 3 zijn neutraal en deze 3 zijn glanzend. Ik ga beginnen met deze kleur. En die gaat gewoon in mijn hele crease, in mijn hele arcadeboog. Ik ga gewoon een beetje een simpele ooglook maken vandaag, jongens. Je kunt ook niet heel veel meer met deze kleuren. Ik vind deze kleur bruin wel heel mooi. En dan ga ik in met een iets donkere bruine kleur. Met nog steeds gewoon deze kwast. Dit is de Sueva 228 kwast. Dan breng ik die kleur ietsje meer aan in de buitenste ooghoek. En ook in mijn arcadeboog. Maar ik blijf een beetje onder die andere kleur. Dit is echt mijn cliché oogschaduwstijl. Gewoon lekker makkelijk. Het blendt wel heel goed uit. Ik mis wel wat pigment. Er is niet heel veel pigment. Maar ik moet zeggen dat het wel gewoon makkelijk uitblendt. Dus dat is wel fijn. Ik hou altijd van snel werken. Ik heb geen zin om 3 uur over mijn make-up te doen. Dan ga ik in met deze witte glanzende kleur. Die is een beetje zilver. En die breng ik zo aan in de binnenste ooghoeken. Oeh, dit is echt de perfecte kleur voor de binnenste ooghoeken. Oeh, ook heel glanzend. Dan gaan we in met deze. Jongens, kijk even hoe mooi. Ziet deze kleur er niet echt prachtig uit? Oh my goodness, ook echt super veel pigment. Wauw. Pak gewoon een beetje met mijn vinger. Oh my goodness. Dit is echt heel mooi. Wauw, het heeft ook een beetje goud erin. Ik weet niet of jullie het kunnen oppikken op beeld. Maar als ik een beetje zo met mijn gezicht draai, je kunt ook een beetje goud erin zien. Beetje bronzy met goud. Dit is echt wauw. Ik dacht al wel dat deze heel mooi ging zijn. Maar ja, het is de Primark, dus je weet het allemaal niet. Maar deze stelt echt niet teleur. Vooral niet voor die lage prijs. Als je echt heel snel wilt zijn of je bent op reis en je wilt niet al te veel make-up meebrengen, pak dan gewoon je bronzer. Breng die aan in je crease. En dan neem je alleen deze mee. En die breng je er dan zo snel op aan met je vingers. En dan heb je vliegensvlug een ooglook gemaakt. En dan ga ik gewoon nog heel snel over de randen met mijn kwast. Om het een beetje uit te blenden. Dat je niet zo'n harde lijn hebt. Maar that's it. Ik weet niet wat het is. Ik dacht ik breng even snel mijn neuscontour aan. Met mijn gewone normale neuscontour producten. Die altijd goed werken. Maar ook dat is niet helemaal top gegaan. Het is nou helemaal zo grijs op mijn neus. Ik denk dat het komt door de poeder die eronder zit. Omdat die niet goed is. Oh my gosh, oké. Okay. We gaan gewoon verder. I don't care. Ik ga nu weer in met deze blush. Zullen we gaan... Ik ga eerst voor de matte en dan misschien een beetje eroverheen als een soort van blush. Een topper met deze glanzende. Want het is wel echt heel veel glans. Ik ga gewoon eerst in met deze matte. Ik pak niet te veel, want ik denk dat dit super gepigmenteerd is. Ja, ik vind het wel heel mooi hoor. Ik vind dit blush paletje niet per se slecht. Het heeft gewoon heel veel pigment. Dus daar moet je gewoon mee opletten. Ja, en het is best wel een beetje een kinderlijke Barbie kleur. Ik denk dat ik het hierbij laat, want het wordt echt too much. Ik ga ook een klein beetje in met die glans. Een klein beetje voor echt minimale glow. En that's it. Dan voor de lippen heb ik lipsticks. De Primark heb ik hier een matte en een luster lipstick. De matte is in de kleur Trail Seeker. En de luster is in de kleur Uptown Girl. Ik zie eigenlijk pas dat het 2 verschillende lipsticks zijn. Ik dacht dat ze allebei mat waren. Allebei 2 mooie nude kleurtjes. Ik neig wel meer naar de matte. Even de luster aanbrengen. Dit is dus een glanzende kleur. Heel mooi. En dan de matte ernaast. Die is denk ik wat lichter. Die is iets meer bruin. Zie je dat? Dit is de matte, dit is de luster. Nee, wacht. Ik zeg het verkeerd. Dit is de luster, dit is de matte. Allebei heel mooi hoor. Ze lijken wel echt op elkaar. Dus het is gewoon jouw persoonlijke voorkeur. Hou je van mat of van iets meer glans? Ik ga eerst de luster gewoon even alleen aanbrengen. Ik breng wel altijd alles met een lippotloodje aan. Maar ik wil jullie even de kleur op zichzelf laten zien. Het is niet heel glanzend. Het heeft een beetje een natural finish.
Het is mooi, maar mijn huidskleur is te donker. Dus ik moet het wel echt met een lippotloodje doen eigenlijk. Dan ook even de matte. Let niet op dit hier in het midden, want ik heb net mijn velletje eraf getrokken. Ik weet, it's nasty. En nou bloedt het daar, dus... Oepsie, voelt echt super stroef aan. Ik denk dat ik de lachse toch wel fijner vind. De mat is echt veel te stroef. Ik vind het echt niet fijn. Ik ga in met mijn Morphe Sweet Tea Lip Pencil. En dan ga ik toch voor de luster. Ik vind die toch iets fijner op de lippen. Heel mooi nude. Deze is bijna gewoon mat. Het heeft een beetje een naturel matte finish. Wauw, ik ben heel blij met deze. De matte vind ik niet zo. Dan heb ik ook nog een gloss. Van de Primark PS heb ik hier de Lightweight Ultra Shine High Gloss Lip Gloss. Oh my gosh, ik heb me gewoon net gesneden met een schaartje. Er kwam overal bloed. Oh, deze video vandaag gaat echt niet zo goed. Oké. En ik zie niet staan welke kleur dit is, maar het is een glanzende bruine kleur. Ik zie een beetje gouden glitters erin. Benieuwd naar de kleur. Hij lijkt heel mooi. Ook op mijn hand. Kijk dit. Hij matcht mooi met de twee lipsticks. Dus ik dacht, deze ga ik erop aanbrengen. Heel mooi. Het is niet zo'n dikke lipgloss. Het is meer gewoon een beetje zo'n soort van laagje gloss. En dat vind ik op zich wel mooi. Ook fijn. Hij is totaal niet plakkerig. Hij ruikt alleen niet zo lekker. Maar voor de rest is dit wel echt de perfecte lipcombo voor moi. Nou, een beetje fixing spray en dan zijn we klaar. Nou jongens, dit was het dan. Het ging niet zo goed vandaag, hè? Nee. Oh, het is al lang geleden dat een video zo niet goed is gegaan. Maar desalniettemin heb ik wel een aantal goede producten ontdekt. Dit is echt de winnaar van vandaag. Deze echt gaat naar de Pri. I love it. Echt prachtig, prachtig, prachtig. Alsof hij gewoon echt duur is. Ja, en deze lipstick. De Sultry lipstick. Je moet eens opletten, want ze lijken op elkaar. En deze gloss ook. I really like it. Voor de rest, ja, dit blush paletje. Het is oké. Deze poeder is echt slecht. De foundation is oké. De concealer vind ik op zich ook goed. Dus die is op zich ook wel goed. Deze is niet zo goed. De cream contour, hij blendt helemaal weg. De matte lipstick is heel stroef en bijna geen kleur. Dit ding werkt gewoon niet. Hij doet gewoon niet eens wat het is. Hij is gewoon niet goed gemaakt, zeg maar. En deze glowy primer ook niet. Want er zijn gewoon betere dupes van zowel Catrice als Essence. Dus ja, dat is mijn mening, jongens. Het enige wat ik vandaag echt waard vond, zijn eigenlijk gewoon deze lipproducten. En vooral dit oogschaduwtje. Nou, ondanks dat het niet zo top is gegaan, hoop ik toch dat jullie hebben genoten van de video. Laat me weten in de reacties beneden wat je van de video vond en wat je nog meer zou willen zien. En ik hoop gewoon weer dat jullie vandaag echt een topdag hebben. Niet zoals hoe mijn dag vandaag is begonnen. Man, man, man. Nou, of vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierom te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei!